Welkom dames en heren bij de eerste custom map die ik ga spelen. En dit is ook gelijk een aankondiging dat jullie ook custom maps kunnen opsturen naar het onderstaande e-mailadres. Als je een eigen map downloadt, ga ik die spelen. En wie weet ga ik jouw map ook wel opnemen, zodat die op mijn kanaal komt. Dus heb je iets leuks, maak iets leuks. Zo origineel mogelijk is vet. Laat mij leuke opdrachtjes doen. En als ik een beetje mag cheaten, dan zou het ook heel tof zijn. Maar als dat niet mag, dan moet je dat ook gewoon aangeven. Ja, nou, en dit is dus de eerste custom map die ik ga spelen. Die heb ik gevonden op internet, de Spaghetti Rollercoaster. Ik denk, ik krijg nu al gelijk honger. Misschien komt dat omdat ik nog moet eten. Deze map is gemaakt voor PMC Rollercoaster Contest. Het is dus echt een achtbaan contest geweest. Als je deze map liked, vergeet dan niet te oordelen. Want ik heb er hard aan gewerkt. En we gaan eens even spelen. Follow the red wall. We moeten het rode wol volgen. Dag en nacht. Nou, wat doen we? Zullen we het dag maken? Nee, dag. Het moet zeker dag worden. We gaan het rode wol volgen. Ik zie hier wel gekleurde schaapjes. Hoe kom ik daar? Nee, daar moet ik niet heen. Ik moet het... Hier zo staan de bordjes. We lopen hier naartoe. Hallo meneer de schaap. Waarom zijn allemaal leuke kleurtjes? Wat gezellig. Een blauwe en daar een lichtblauwe. Wat een hoop kleuren, joh. Het is heel vrolijk hier. Het rode wol volgen. Even kijken hoor, daar moeten we niet heen. Ik zie daar wel... Oh, daar staan pijltjes op, gelukkig. En daar vinden we nog een blokje. Hier gaan we dus naar boven toe. En het ziet er wel geweldig uit. Hele aparte sfeer al gelijk. Ik zie... Ja, daar zien we een rood blokje. Dan lopen we hier naartoe. En komen wij, als het goed is, aan bij de startblokken. We moeten hier een coin geven aan die meneer. Dag meneer, ik wil u wel een coin geven. Alsjeblieft. Drop a coin. Oh, we krijgen... Serieus, we krijgen... Oh, ik krijg spullen van hem. Ik krijg een pijlenboog. Waarom zou ik dat willen? Ik ga erin zitten. Misschien zou ik hierop moeten schieten. Dat mijn achtbaan wordt gelanceerd. Waarom... Waar is mijn karretje? Hè? Ik snap hier geen reet van. Hoe kan dit nou? Kijk, dit is beter. En dan klikken wij erop. En daar gaan we dan. Oh, hoort dit? Jongens, ik wil een achtbaanritje. Kom op. Nou, dan gaan we zelf maar gewoon. Ja, het lukt. Iets zachter zetten. Ik wil wel genieten van de omgeving. Waar komen wij? We zien een heel groot schip. En allemaal vuurwerk hoor ik om me heen. Oh, kijk eens. Fantastisch. Oh, we staan zelfs een klein beetje stil. We gaan achter. Ik heb het gevoel dat dat niet helemaal hoort in deze achtbaan. Ik weet niet wat er mis is, maar hij loopt nog niet helemaal lekker. Zo, we proberen gewoon dat hij... Nou, ik snap hier helemaal niks van. Waarom doet hij nou zo raar? We gaan weer verder. Planet Minecraft. Zo, dikke reclame. En ik hoop dat hij nou wel beter werkt. Daar gaan we wel vanuit. Wauw, het ziet er wel echt fantastisch al uit. Kijk, die grote wereldbol. Er staat een huisje op. Wat schattig. Wauw, en een reuzenrad. Dat ziet er heel gaaf uit. Het is dus eigenlijk een Funland of zo. Wauw. Het gaat nu wel beter, geloof ik. Nu hebben we ook een beetje een vaartje erin. Oh, de vaart gaat eraf. En daar staat de Enderman. Opzouten! En de Rowy. Eigenlijk, offshore en de Rowy. Ik mis elke keer het vuurwerk. Ik ga erop letten. Ik ga gewoon achter me kijken als het vuurwerk weer komt. Ik ben ook benieuwd, ga ik wel de goede richting op? Dat weet ik dus niet zeker. Ja, dit spinnetje... Jammer dit. Ja, ik ga de goede kant op. Je ziet aan die activators. Kom op. Ik kom in een grot. En daar staat een biggetje. Weg, biggetje. Weg. Ik moet je wegschieten. Wow. Ach, tikken me. Stom beest. Opzouten. Daar gaan we weer. We gaan omhoog. Gaat hij het halen? Hij haalt het niet. Nou, dan moeten we maar met W gaan omhoog tillen. Misschien moeten we ook met W, hoor. Zo. Dat is natuurlijk wel een toetak of een optakeling. Ik mag geen toetakeling zeggen. Het is een optakeling. En nu gaan we weer hard. Achter je kijken. En leuk. We gaan nog steeds zacht. Ik denk dat de bedoeling is. Oh, we komen weer op dit stuk. Wat grappig. Of heeft hij twee keer gebouwd? Ah. Wow. Dat ging snel. En daar gaan we nu onder het reuzenrad door, lijkt het net. Of we gaan in ieder geval wel er langs. Het ziet er wel echt fantastisch uit. Het reuzenrad is heel erg gedetailleerd. Jeetje. We komen er inderdaad wel langs. Wauw, kijk nou eens.
Ongelooflijk. Hij heeft het ook heel leuk gedaan. Een beetje onrealistisch af en toe met de ondersteuning. Nou, het kan wel, maar het is ook wel lastig natuurlijk. Maar het ziet er over het algemeen heel mooi uit. Heel verzorgd ook. Hij heeft overal aan gedacht. Kijk eens een mooie view van de reuzenrad. Waar we langskomen. Mooi vuurwerk ook, mooi gevarieerd vuurwerk. Dan komen we langs een huisje. Beetje in een ouderwetse stijl gebouwd, lijkt het net. Beetje, een beetje, ja. Oh, serieus, gaan we omhoog? Nee, toch? Wow! Och, danger, danger, stop. Oh, we moeten stoppen, stop. Let's. Wow! Weehee! Holy crap, dat was gaaf. Ik moet zeggen, dat is wel heel stoer gedaan, zo'n drop. Het moet toch allemaal uit, je moet wel allemaal meten en zo van, landt dat karretje wel goed? Dat soort dingen. We gaan weer in een darkheid gedeelte. Spannen met zombies, nou Donald Duckjes eigenlijk. Hij heeft wel een beetje gedecoreerd, zie ik. Keihard naar beneden. Wat een lange baan, joh. Jeetje, ook werk. Komen we hier zo? Ja, helaas gaat het wat langzamer omdat ik net weer ben gestopt of zo. Het zou heel tof zijn. Yes, eindelijk. Woehoe! Wauw. Dat bedenkt dat we helemaal naar boven zijn geweest. Krijgen we weer de reclame hier. Planet Minecraft. Het laat heel langzaam in. En daar ook een gebouwtje op de A. Wauw, dit is heel gaaf gedaan, waar we eerst doorheen liepen, joh. Beetje een Main Street ideetje. Ik weet niet hoe lang deze baan nog duurt, want we gaan dadelijk weer omhoog. Ziet dit er wel naar uit. Ja. Ik ga te sloom. Oh. En we donderen naar beneden. En dit was hem. Ja. Volgens mij wel. Ja, hier was het karretje. Dit was het einde. Oké, dat was heel tof. Dus eigenlijk kunnen we nu gelijk weer een ritje. En dat gaan we natuurlijk niet doen, want het duurt heel lang. Maar het zag er wel fantastisch uit. Een hele leuke map. Ik hoop dat jullie natuurlijk ook wel van die vette maps gaan maken. Ik verwacht niet dat dit het wordt. want dit was voor een wedstrijd. Maar wil je dus een map inzenden, dan kan dat. Is het gewoon mogelijk via het onderstaande e-mailadres vincentbarietjes@gmail.com. En wie weet ga ik jouw map wel bespelen. Maak het zo leuk mogelijk. Je weet het, ik hou van Disney. Ik hou van pretpark. Ik hou van... Leuke custom maps. Dus zeker weten, sla je slag. En maak nu een hele leuke map voor mij. Want ik ben heel benieuwd wat jullie gaan maken. Want jullie hebben heel veel creativiteit. En dat weet ik en dat weet jij zelf ook. Dus ik hoop binnenkort op een mooie map van jullie te ontvangen. Doei doei!